En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond- en nachtelijke uren is het overwegend bewolkt. Het droogweerbeeld blijft dominant. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er op sommige plaatsen mogelijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen is het lokaal tijdelijk bewolkt en blijft het overwegend droog en heet. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 7 oktober de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.